In deze prachtige boomgaard groeien nou de appels voor de compot van Hak. Compot is een soort mousse, maar dan met kleine stukjes appel erin. En Hak heeft ook nog rabarber en abrikozencompot. En dat is me toch lekker. Mevrouw van der Bijl, haar compot is het lekkerste wat bestaat. Wij weten, meneer De Haan overdrijft graag, maar het is heel lekker. Als toetje, bij de maaltijd, bij allerlei... Ja, vooral bij de kip, meneer De Haan. Heel lekker bij kip. Nou, hoe dan ook, u moet dus ook de compot van Hak hebben.